Lekker, gezellig en betaalbaar eten. Dat is de wensboom van Rob Geus in Barendrecht. En het is ook nog eens een keer een leerwerkbedrijf voor maar liefst 35 mensen. En het is groot feest achter mij, want de wensboom bestaat 1 jaar. En Giorgio, dat is wel leuk om mij te vertellen. Kijk, dat komen ze allemaal. Giorgio had ooit een droom. Hij wilde de bar runnen. He, dat was zo, hè? Ja. Ja. En wat doet hij nu na een jaar? De bar. Kijk, dus de andere biertjes allemaal zo, oké? Okay? Ja. Oké. Okay. Lekker is dat. Nou, denkt hij dat hij jou wat kan leren? Maar is dat ook zo? Nee. Je kon het al. Ja, maar het is een beetje... Maar je bent beleefd. Ja hoor. Ja. Natuurlijk, je moet altijd beleefd zijn. Ik heb heel vaste gasten hier, die zeggen ook, de eerste stap bij jou in je restaurant voel me welkom. Eentje doet de deur open, eentje begint aan de tafel en iedereen is op zijn of haar manier belangrijk. Als er klanten komen, vraag je wat ze willen, wat willen ze drinken, wat willen ze eten. En ja, is er iets mis, kan het wat beter. En hoe heet dat, ze willen wat, wat kan de volgende keer wat beter worden? En je wilde graag een keer op tv komen. Dat was mijn droom en ik wilde graag op tv komen. Daarom kom ik op tv. En volgens mij is hij een hele goede presentator. Zeker weten. Ik ben er heel blij mee. Dankjewel. Dankjewel. Je gaat weer aan het werk. Ik ga weer aan het werk. Fijne avond allemaal. Een doof meisje die geeft leiding in de keuken. Je wil niet weten wat daar gebeurt. Alle autisten worden daar rustig van. Soms sta ik op het hoekje afstandje mee te kijken en dan denk ik... Jezus, wat is het mooi. Wat is het mooi. Dat dan een doof iemand, ze hebben allemaal respect voor elkaar. En een bepaalde rust zie je dan. En denk je, ja, lekker. Ja, ik heb hier echt een tweede familie gekregen. Ja. Ja, het is echt, ik voel me zo thuis. En het is echt zo'n fijn team. Ik zou hier nooit weg willen. Het is echt zo'n fijne band. Ja, echt, ik ga echt niet weg. Nee. En ik, ja... Ik heb ook meer respect voor mezelf, begrijp mezelf beter. Ja, dat is echt zo fijn. Ja, sorry. Ja, we doen het met elkaar. Maar zij is gewoon een toppertje. Echt. En ik ben heel blij dat ze hier werkt. Rob ondersteunt het ook echt heel goed. De vloermanagers doen het goed. Iedereen. Super. En jullie worden niet op een aparte manier behandeld. Gewoon recht door zee. Ja, gewoon hetzelfde als anderen. Ja, klopt. Wat zou jij willen zeggen tegen mensen over jullie capaciteiten? Nou, ik zou zeggen, kom een keer langs en proef het. Het is hartstikke lekker. Ik ben er steeds trots op en nogmaals, hopelijk naar nog heel veel van die mensenboompjes.